Hoi, ik heb bij Zenos een diamond painting gekocht van een ARA. Ziet er wel echt heel mooi uit qua kleur. Dus ik hoop dat de painting er ook zo mooi uit komt te zien wat kleur betreft. Ik zal hieronder bij de beschrijving van de video een link plaatsen naar waar je deze painting kan kopen bij Zenos. Kun je ook gelijk zien wat de prijs op dit moment is. Je weet maar nooit, wie weet is er een actie. En dat kun je dan met de link gelijk zien. Ik heb de doos uitgepakt en ik zal je laten zien wat erin zit. In elk geval gaat het om een XL schilderij, staat hier ook wel, 45 keer 30 centimeter. Dit gaat even opzij en dan zal ik je laten zien wat er in de doos zit. De painting. En je hebt geen legenda links of rechts, dus dat betekent, dus vind ik op zich best wel fijn. Want dat betekent dat de letters die hierop staan ook gelijk de letters zijn die dan op de diamantjes staan. Nou, dit zijn dus de diamantjes en dat kun je inderdaad ook wel zien. Hier zie je dus de letters, maar ik zie bijvoorbeeld ook een plusje en een minnetje. Dus er zitten ook wel wat symbolen tussen. En het gaat om ronde diamanten en dat is wel wat makkelijker plakken dan vierkante diamanten. Dan ben je sneller klaar en het is wat makkelijker om te plakken. Dus op zich wel prima voor diamond painters die nog een beetje aan het beginnen zijn en nog niet de uitdaging van een vierkant aan zouden willen. Want het is al best een grote painting en de uitdaging hierin zit hem al in het afmaken, omdat het echt heel veel uren werk gaat zijn. Er zit ook wel een handleiding bij, maar ja, op zich spreekt het gewoon voor zich wat je moet doen. Dit is misschien alleen even handig als je de kleuren moet weten. Je krijgt een standaard werkpakketje. En dat is natuurlijk wel fijn, want daardoor heb je dan eigenlijk niks anders nodig. Maar, daar zeg ik wel even een maar bij. Tijdens deze video zal je ook wel zien hoe ik met deze painting aan de slag ga. En dan krijg je dus ook wat tips voor jezelf erbij. Maar je krijgt bijvoorbeeld ook te zien dat alleen een pen met maar één, waarbij je iedere keer één diamantje per keer moet doen, dat dat niet zo handig zal zijn voor deze painting. Want je kan hier natuurlijk al zien, er zijn heel veel vlakken met dezelfde letters. En hier de M, ja, daar kun je dus eigenlijk met een multi-tool van 12... kan je in één keer, hupsakee, per rij 12 diamantjes achter elkaar plakken. En dat is natuurlijk veel handiger. Maar dat is niet wat je met dit pakket gekregen hebt. Je krijgt met dit pakket echt puur een pen voor één. Nou, en één voor één, dan ben je eigenlijk wel heel erg lang bezig. Terwijl het, natuurlijk is het leuk, iets waar je lang mee bezig bent. Maar ik vind het wel zonde als het niet nodig is. Maar dat zul je dus tijdens deze video zien. Maar ook aan de slag gaan met mijn eigen multitools. En dan kan je dus het verschil zien. Maar ik ga nu gewoon eerst beginnen met de spullen die we hebben gekregen. Zodat je inderdaad kan zien hoe dat werkt. Ik begin door eerst wax op mijn pen te doen. Hier zit altijd een stukje plastic. Nou, dat schuif je opzij. En dan prik je dus een gaatje in je wax. Zodat er zo wax in je pen komt te zitten. En daarmee blijven de diamantjes dus plakken. Nou, dan ga ik in de hoek beginnen. En ik begin met de C-diamantjes. Hier zie je de C-diamantjes. Ik giet het in mijn schutbakje en hier altijd niet te vol, maar ook niet te leeg. Doe je te leeg, dan blijf je de hele tijd schudden. Dan ben je dus heel veel tijd kwijt aan het schudden. Doe je te vol, dan krijg je niet zulke nette rijen. Nou, wat ik dan meestal doe, is ik bewaar dan, als ik de zakjes eenmaal open heb geknipt, dan bewaar ik ze zo in een bakje. Want als ik ze plat op tafel leg, nou, dan zie je al wel dat er steeds diamantjes uit zullen vallen. En vooral als ik dan straks bij meerdere kleuren kom die heel erg op elkaar lijken. Ja, dan raak ik zelf in de war als de diamantjes uit mijn zakjes vallen. Dus ik plaats ze zo in een bakje rechtop. En dan de volgende diamantjeszakjes komen er gewoon allemaal bij. Dan heb ik dus één bakje vol met open diamantzakjes. Dat kun je dus doen als je zelf geen opbergsysteem hebt. En heb je wel een ander opbergsysteem, zal ik ook later in deze video laten zien. En dan krijg je dus als tip hoe je dat dan nog meer zou kunnen doen. Plat op tafel en dan zo schudden, zodat je dan rijtjes ziet met de diamantjes. Nu werk ik met een enkele pen, dus nu hoef ik de rijtjes niet helemaal netjes te maken. Maar straks als ik met de multitool aan de slag ga, zal ik je laten zien hoe ik dan de rijtjes netjes maak. Je schuift het stukje plastic een beetje opzij, niet gelijk van je werk helemaal afhalen, want dan blijf je plakken op je werk bij het maken. Dus beetje bij beetje schuif je het opzij. Je houdt je pen recht omhoog. Pakt zo een diamantje op
En dan ga je naar de plek waar je moet wezen. En dan hou je je pen dus ook weer recht omhoog. Dus nu plak ik een C-diamantje op C. Nou, daarnaast is een plusje, die sla ik dus over. En hier is dus nog een C. En dit is het dus. Dit is Diamond Painting. Het is echt super makkelijk. Je hebt niet veel vaardigheden hiervoor nodig. Het is dus niet zo dat je het bijvoorbeeld net als bij breien, dat je het echt moet gaan leren. En dat je het pas goed kan nadat je dus je motorische vaardigheden bij het breien goed hebt ontwikkeld. Je moet alleen een beetje je best doen bij het netjes opplakken. Dat is eigenlijk het enige. Heb je iets niet netjes opgeplakt? Nou ja, geen nood. Je kan dus nog steeds slepen met je diamantje. Dus stel je voor, ik plak er per ongeluk eentje daarop. Het plusje wat je daar zo ziet. Zo, ik heb hem per ongeluk opgeplakt. Even wat dichterbij halen, zodat je het wat beter kan zien. Zo. Oh, nou weet ik niet meer waar die C was. Maar dan kan je hem dus nog steeds wegpakken. Ik gok dat het hier was. Nee, daar is het niet. Nou, waar is die C? Oh, kijk daar. Ik ben het slecht in onthouden. Dat merk je wel. En dan kun je hem dus nog steeds wegslepen en op de juiste plek zetten. Waar ik dan wel alleen op let is, dit doe ik meestal niet met een diamant of met een pen waar al wax in zit. Ik werk altijd met twee pennen. Dat is de eerste keer lastig als je maar één pen hebt wanneer dit je eerste painting is. Maar heb je dus al eerder een keer een painting gehad, dan haal ik altijd van één pen alle wax eruit. En dan heb ik dus één pen om te plakken. En één pen zonder wax om te corrigeren. Want bij het corrigeren wil ik dus geen wax op mijn diamantjes achterlaten. Die wil ik gewoon mooi glinsterend houden. Ik ga verder en dan kun je straks met me meekijken hoe mijn painting eruit komt te zien. Ik heb één strook al helemaal af. Nou, dit was ongeveer zo'n 5 uur aan plakwerk. Ik moet zeggen dat dat nog best wel snel ging. Want het zijn maar 4 kleuren. Dus ik kon echt hele stukken plakken met dezelfde kleur. En daarbij heb ik dus vooral gebruik gemaakt van deze multitool. Daarmee kon ik tot 12 tegelijkertijd opplakken. En daarnaast kon ik het afmaken met een multitool waarbij ik tot 4 tegelijk kon opplakken. Dus dat werkte eigenlijk wel heel erg fijn. En ik ben ook een eigen bak gaan gebruiken. Ik vind deze veel prettiger werken. Vooral als ik dan hiermee bij het schudden vallen ze allemaal veel sneller gelijk op hun plek. En ik kan het makkelijker leeggooien in het zakje. Nou ja, goed. Dit klinkt natuurlijk super luxe als je als dit je eerste werk is. Want dan is dit gewoon het bakje waar je het mee moet doen. En dan is de pen waarvan maar eentje, dat is dan de pen waarmee je het zal moeten doen. Nou, als ik klaar ben en ik heb een groot stuk klaar, dan gebruik ik eigenlijk een andere multitool waarin ik geen wax heb. En die gebruik ik eigenlijk puur om zo de rijen die ik niet zo heel netjes heb geplaatst, dan ga ik gewoon zo op. Ik zal eventjes ietsje inzoomen. Dan ga ik dus gewoon zo met mijn pen op de rijen staan. En dan doe ik eigenlijk gewoon een heel klein beetje heen en weer bewegen. En dan gaan ze eigenlijk vanzelf heel netjes recht liggen. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel erg fijn. Nou, dan is het weer tijd voor mij om met een nieuwe rij te gaan beginnen. Dus dan heel voorzichtig, want dit scheurt best wel snel, moet ik altijd zeggen. Ik vond deze eerste rij trouwens wel super fijn. Maar 4 kleuren, lekker om in te komen. Vooral als je nog niet zo heel veel paintings hebt gedaan. En als dit een van je eerste painting is die wat groter is. Ja, dan is deze eigenlijk wel heel erg lekker om in te komen. Het zijn maar 4 kleuren en plakt wel heel erg lekker. Ik raad je alleen wel een multitool aan. Dus dat je ietsje meer hebt dan alleen de eerste. Want dan met eentje van één. Want anders is het wel heel erg heel veel werk. Terwijl een multitool ook gewoon lekker plakt. Oké, ik denk dat ik ongeveer tot aan hier zou willen. Zo. En dan draai ik hem om. En dan ga ik de plastic in stukjes knippen. Zodat ik de stukken een beetje bepaal. Even kijken, ik let even een beetje op de kleur. Even kijken welke kleuren een beetje met elkaar overeenkomen. Ik denk dat het makkelijkste is als ik hem tot aan hier. Deze G. Zo. En dan knip ik meestal toch niet netjes. Dus doe ik gewoon één rij eronder. Zo, dit wordt dan het eerste stuk waarmee ik aan de slag ga. En ik denk dat ik het wel fijn vind in 3 stukken te doen. En dan hier tot aan de snavel. Dat is een andere kleur erbij. Zo.
zo ga ik dus aan de slag. Dit doe ik weer even dicht. Dit vind ik het prettigste werken. Dan doe ik dus eerst één zo'n stukje opzij. En daar begin ik dan mee. Dan ga ik dit stukje dus plakken. En als die klaar is, dan snij ik het stukje plastic. Snij ik dan weg. Kijk, zoals je hier kan zien, heb ik geen plastic meer. Dat heb ik dan heel voorzichtig met een schaar zo tegen de rand dan weggesneden. Nou, zodra ik die dan af heb, dan ga ik met stuk nummer 2. En dan, die scheur ik nou verkeerd. En dan ga ik stuk nummer 2 doen. En daarna ga ik dus stuk nummer 3 doen. En zo vind ik dat eigenlijk wel het fijnst werken. Oké, goed. Dan is het weer hup aan de slag. Zo, even weer wat dichterbij. En dan is het natuurlijk weer erg fijn om met de multitool te gaan beginnen met plakken. Hier zie je dus, nou dan meet ik het even een beetje af met mijn pen. Hoeveel ik ongeveer moet hebben. En dan pak je er dus zo in één keer, pak je er zoveel op. En dan zo netjes plaatsen. En dan heb ik dus bij mijn multitool heb ik altijd eentje zonder wax. Zoals je kan zien, mocht ik niet netjes hebben geplakt, dan kan ik hem altijd nog eventjes zo bijschuiven. Zonder dat ik dus wax afsmeer, zeg maar, aan mijn diamantjes. Na zo'n 7 uur en 14 minuten ben ik al lekker ver, al een groot stuk gedaan. Dit heeft me dus meer tijd gekost dan toen ik net begon. Hier zie je maar heel weinig kleuren. 4 heb ik er maar gebruikt. En hier heb ik alweer veel meer kleuren moeten gebruiken. En je kan je natuurlijk voorstellen, iedere keer als je dan alles weer terug in je zakje moet doen. En dan weer zakje terugplaatsen, nieuw zakje pakken en weer opnieuw schudden. Nou, daar gaat natuurlijk heel veel tijd in zitten. Ik moet zeggen dat ik dit echt al heel mooi vind eruit zien. Ik ben al op de helft en dit is denk ik wel echt iets wat mooi is om ook op te hangen. Dus wat dat betreft vind ik het gewoon nu al een enorme pluspunt. En dat maakt dat het ook veel leuker is om af te maken. Als je dus echt al ziet hoe mooi het begint te worden. Minpunt is natuurlijk wel, ja, bij dit werk je moet gewoon een multitool zitten. Met een losse pen is dat gewoon helemaal niet fijn. Maar dat had ik al gezegd. En als tweede de kleuren. Er zitten kleuren in die heel moeilijk zijn om te zien. En dan is het wel fijn dat ik een lightpad heb, vooral voor 's avonds. Ik werk vooral 's avonds. En dan een lightpad eronder. En dan is het dus veel makkelijker om te zien. En dat kijkt beter. En dat plakt dan natuurlijk ook steeds fijner. Want anders moet ik steeds mijn werkje zo omhoog houden. Om de kleuren, de letters wat beter te kunnen zien. Nou, ik ga weer verder. Bijna klaar. Dit stuk heb ik nu al helemaal af en nu alleen nog het laatste stuk. Zoals je ziet ben ik ook al een beetje begonnen om met het laatste stuk. Ik heb de oranje delen al gedaan. Ik vind het echt een heel leuk werkje tot nu toe. Tot nu toe vind ik het echt absoluut een aanrader. Je hebt wel een multitool bij nodig, vind ik. Ja, en een lightpad is ook wel erg handig, vooral als je 's avonds wil werken. Nou, laatste stuk nog en dan zie je het eindresultaat. Ik ben helemaal klaar. Ik ga je zo meteen het eindresultaat laten zien. Maar ik wilde je eerst een beetje inzicht geven in hoe ik dus werk. Je ziet dus hier alle zakjes en die zitten dan rechtop staand in een bakje. Want dan heb ik dus minder kans dat ik steentjes laat vallen zoals je daar ziet liggen. Een van mijn zakjes was een beetje zo omgegaan, waardoor de steentjes omgingen. Maar doordat ik de zakjes dus zo rechtop omhoog heb staan, heb ik dus minder kans dat ik steentjes laat vallen. Als je ze plat op tafel legt, valt er veel sneller steentjes uit de zakjes. En sommige kleuren zakjes lijken heel erg veel op elkaar. Als je bijvoorbeeld kijkt naar deze twee tinten. Als je daar dus de steentjes van laat vallen, dan is het best lastig om daarna uit te vogelen uit welk zakje het precies is gevallen. Vooral als ze er ook nog eens door elkaar raken. Dus zo werk ik dan. Ik leg ze in dit geval op alfabetische volgorde. En iedere keer zodra ik een zakje pak, dan plaats ik een stukje karton. Dit is niet het kartonnetje wat ik had gebruikt. Die ligt beneden. Maar dan plaats ik een stukje karton in de plek. Ik werk met het zakje. En ben ik klaar met het zakje, giet ik dus de steentjes weer terug in het zakje. En dan weet ik dus bij het kartonnetje, daar moet hij dus zijn. En dan plaats ik hem weer terug. En dan pak ik dus weer een ander zakje die ik dan moet hebben. En daar plaats ik dus weer het kartonnetje.
Dan doe ik mijn werk. Klaar, dan weet ik dus precies tegen het kartonnetje aan. Daar moet ik het dan weer terugplaatsen. En dan weer kartonnetje eruit. Nou, dit werkt voor mij heel erg fijn. En hou ik alles eigenlijk gewoon goed overzicht erover. Nou, ik ben nu helemaal klaar. En wat ik dan eigenlijk altijd doe als ik helemaal klaar ben, is de zakjes dichtplakken. Gewoon met plakband plak ik alle zakjes dicht. En dan ga ik de zakjes bewaren. Want met de steentjes die je overhoudt, kan je ook leuke werkjes zelf verzinnen. Laatst had ik een olifantje ontworpen. Leuk voor een schattige kaart te knutselen met de steentjes die je over hebt. Hier zie je mijn bewaardoos. Ik had een doos en daar heb ik dus allemaal kartonnen in vastgeplakt. Gewoon met een glue stick, met lijm, met een glue pistool, lijmpistool. En dan zie je dus dat ik alle randen daar zo heb vastgeplakt om vakjes te maken. En dan heb ik alles hier gesorteerd op kleur. Dus nou ja, hier moet ik een beetje bepalen. Is het nou groen, is het nou geel? Ik vind het meer groen. Dit is mijn groene vak. Helemaal vol. Dus binnenkort moet ik denk ik een leuk werkje ontwerpen met leuke kaarten ontwerpen met groene bladeren of zo. Dan heb ik heel veel groen, dus dan kan ik heel veel groen doen. Pompoen leek me eigenlijk wel leuk, omdat het binnenkort Halloween is. Volgens mij heb ik hier ook nog best wel veel oranje. Oh ja, kijk, zie. Dit is allemaal oranje. Dus dan kan ik best wel een A4 pompoen ontwerpen. En dan al mijn oranje steentjes opplakken. Nou, en zo doe ik dat dus. Maar goed, jullie willen het eindresultaat zien. Dus dit gaat er even opzij. Zo. Even spieken. Ik heb 9:03 gedaan over het laatste stuk. Dit hele stuk was 9:03. Viel op zich eigenlijk wel mee. Als je dus bedenkt dat ik dit stuk, daar heb ik zo'n 12:00 en een kwartier over gedaan. Ik zit even te spieken op mijn blaadje. 12:15. En dit stuk 9:03. Valt op zich wel heel erg mee. Wanneer ik klaar ben met een stuk, pak ik een deegroller. Wij hebben een fles als deegroller. Mijn man is geloof ik van mening dat een fles minder plakt dan een houten deegroller. Dus vandaar. Kijk, en dan ga ik er zo overheen. Nou, nu hoor je niks, maar meestal wanneer ik dit doe, dan hoor je klikjes bij de laatste steentjes. Kijk, hier, daar zie ik bijvoorbeeld dat nog niet alle steentjes heel goed zijn geplakt. Die laat alweer bijna los. Dus dan ga ik zo met mijn deegroller over. Nou, heeft hij niet gepakt. Hey, jammer. Ik denk, dan horen jullie de klik. Maar dus dit doe ik dan meestal over mijn werk, als die klaar is, om even de steentjes voor de zekerheid goed te laten vastzitten. Ik moet zeggen, ik dacht dat dit rond de 8 euro was bij Zenos. Een geweldige plaat. Ik vind hem echt heel mooi uitzien. Makkelijk, want het zijn ronde diamantjes. Wat is makkelijker om te plakken, is ook sneller om te plakken. Formaat is ook echt perfect. Ik heb er zo'n 3 dagen werk aan. Als je een multitool hebt, dan moet ik er wel bij zeggen. Ik vind dit een prima prijskwaliteit. 8 euro, heel mooi. Mooi om op te hangen. Makkelijk om te maken. Mooie kleurtjes. Dus ik vind het absoluut een aanrader. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering.